heb een boek gekozen dat heet Het Land van de Grote Woordfabriek. Van uitgeverij De Eenhoorn. Het is een Vlaams duo. In dat boek moet je woorden kopen en dan heel voorzichtig inslikken, want dan pas kun je ze uitspreken. En dat gaat dus over taal, over hoe je met taal om kan gaan. En ik gebruik het boek heel vaak in de commissiebuy, zo'n vertelkastje, of als voorleesboek. En dan ga ik daarna aan de slag met mensen om een gedicht te schrijven. En dat worden dan gedichten met heel weinig woorden, want die zijn heel duur. Daar kun je heel veel mee doen. Dus ja, dat is voor mij een heel inspirerend boek.